Welkom terug bij de Belgium Games en vandaag ben ik hier namelijk weer met een nieuwe plugin. En vandaag ben ik hier namelijk met de plugin Skywars. Er was mij gevraagd om Eggwars uit te leggen, maar ik heb hier namelijk een stuk of tiental plugins van opgezocht. En van die tiental waren er 9, oftewel heel slecht, oftewel werkte die niet. En ene daarvan werkte wel, maar deze was 15 euro en die heb ik dus toch niet gekocht en ook niet gedaan. Dus daarom dat ik hier nou met Skywars ben, iemand had mij dat aangevraagd, maar ik ben glad vergeten wie het was. Ik heb mijn Twitter bekeken, mijn Facebook, mijn YouTube, ik weet gewoon helemaal niet meer wie het was. Maar ik ben hier vandaag dus namelijk eigenlijk met de plugin Skywars. En eigenlijk moet ik dit scherm niet laten zien, maar... Dus hetgeen wat je eigenlijk voor deze plugin nodig hebt is als volgt. Hetgeen wat je hiervoor nodig hebt is namelijk, ja... de plugin Skywars Reloaded, maar ook de plugin MC Edit. Als je een andere wereld wilt binnenhalen, heb je MC Edit hiervoor nodig. Of World Edit kun je ook hiervoor gebruiken. En hetgeen wat je ook moet hebben is Vault voor bepaalde waardes mee te kunnen geven. Dat zijn namelijk al een paar dingen die je hiervoor nodig hebt. Nu, als je eenmaal je server hebt opgestart met Skywars Reloaded in, sluit dan je server terug af. Ga dan niet naar Server Science. Ga dan terug naar Skywars Reloaded. En open dan hier eventjes bij de config. Doe dat eens eventjes op dubbelklikken. Hetgeen wat jullie dan krijgen is dit. Als jullie het gaan openen als, met de rechtermuisknop, openen als Notepad++. Plus die link staat hieronder allemaal in de beschrijving. Namelijk als we naar onder gaan, hetgeen wat je aanpast is als je een bordje wil gebruiken, zet die op True. En eigenlijk zou je de pressure plate op False moeten zetten als je op een drukplaat loopt dat dan het spel begint. Dus als je dit op True zet, dan ben je eigenlijk al goed bezig voor op het begin. Oké, maar op zich hebben we dit dan eigenlijk gehad. Dus dit is eventjes wat ik even vlug op laat meegeven wat je eigenlijk al nodig had voor op het begin. Oké, dus op hetgeen wat je eigenlijk hebt, dus je hebt die Minecraft wereld opgestart. Hetgeen wat ik nog ben vergeten te vertellen, je hebt hier namelijk ook Multiverse Core voor nodig, dus die plugin staat hier ook onder in de beschrijving. Nu, normaal gezien krijg je niks in je inventaris, maar deze plugin, omdat ik hier eigenlijk al de spawn al ooit heb ingezet gehad, gaat eigenlijk, ja, hier dus de spawn zijn van de hele wereld, en dan krijg je eigenlijk deze items. Maar ik ga jullie nu gaan uitleggen wat je op het begin moet doen. Als volgend, we hebben bijvoorbeeld deze lobby, en ik wil dat deze lobby de lobby wordt van Skywars. Dus ik ga bijvoorbeeld hier aan staan en hetgeen wat je als eerste typt is SWR en dan set spawn. Hup, Skywars spawn is gezet. Dan denk ik dat automatisch deze items komen, maar dat weet ik nog niet heel juist. Het kan zijn dat deze items komen, maar dat weet ik niet heel juist. Ik heb het getest gehad en proef de items waren niet meer. Wat ik jullie nu als eerste ga laten zien is namelijk de wereld die al met het spel meegeleverd wordt. Die ga ik jullie laten zien en daarna ga ik jullie laten zien hoe je namelijk een wereld kunt importeren om die te gebruiken namelijk in je eigen wereld. Als wereld. Zoiets was het, ja. Oké, als eerste ga ik jullie dus de gewone wereld laten zien die er al in zit. We nemen namelijk een bordje en deze wereld is volledig al klaar. Die kun je eigenlijk direct met de plugin al gebruiken. Hetgeen wat we op het bordje gaan moeten zetten, is even kijken, is namelijk, dit, SWR, haakje dicht, haakje open, SWR, haakje dicht, en namelijk de naam, en de naam van het spel dat er al in zit is Caves. Het bordje wordt gemaakt, en hup, we krijgen wol op de achtergrond, en dit wordt dan ook zo gemaakt. Nu, het wol kun je zelf aan- en uitzetten. Hetgeen wat we eigenlijk kunnen doen is al rechtermuisknop, en we kunnen het spel al spelen. Dit spel is volledig klaargezet, zoals je kunt zien, hup. Ik heb het spel gejoined, Caves, Warriors 1, ik krijg een titel. Ik krijg hier select game opties, dus ik kan kiezen van ik wil die type hebben. Ik kan hier alles op aanpassen, maar daar kom ik straks pas allemaal bij. En hier staat ook namelijk return to spawn en helemaal rechts was namelijk nog iets. Ik ga even terug gaan joinen en dan ga je het namelijk gaan zien, dat is deze open kit menu. Nu, op een of andere reden heb ik er iets op aangepast bij de kit menus, waardoor het niet meer te goed echt werkt. Dus moet ik straks nog voor gaan kijken. Nu, dat is namelijk eigenlijk de wereld die al bij de map meegeleverd zit. Die is volledig klaar en je kunt de plugin nu al gebruiken. Je moet zelf niks doen. Dat was dus gewoon eigenlijk maar één comment. Dus de spawn gaan zetten, plus een bordje klaarmaken en de hele plugin is klaar. Nu, er is wel een nadeel. Ik ga jullie eventjes mijn ander scherm laten zien. Dus eventjes dit scherm terug. En hetgeen wat ik jullie eigenlijk moet laten zien, dus dat is als volgt. Namelijk, als we naar de maps gaan, staat hier dus Caves. Nu, er is iets vervelends. Als we messages open doen, en ik ga het jullie laten zien, ja, die is aangepast, ja. Dus als we de messages open gaan doen,
Dit zijn alle berichten. Ze staan allemaal in het Engels, maar je kunt ze allemaal in het Nederlands zetten. Ik heb dit niet gedaan voor deze video, normaal doe ik het, maar als ik helemaal naar onder scroll, kun je zien waarom ik het niet heb gedaan. Dit is een veel te lange lijst om allemaal te gaan vertalen. Ja, oké, ik weet het, ik heb dat met Bedwars volledig gedaan, was nog veel langer zelfs. Maar dat was gewoon om de pluginmaker te helpen. En daar heb ik niet echt veel goed zien om dat bij deze te gaan doen eigenlijk. Dus ja, dat was eventjes nog een kleine melding terug naar Minecraft. Kijk eens aan. Oké, maar ja, dat was dat dus. Dus hetgeen wat ik jullie nu ga laten zien is namelijk dat hoe je een map erin kunt halen en die als Skywars map kunt spelen. Dus ja, zoals je kunt zien, ik ben op mijn bureaublad terechtgekomen. Hetgeen wat je eigenlijk gaat doen is bijvoorbeeld deze wereld afhalen. Deze wereld heet Orchard. En Orchard hier links staat ook als link in de beschrijving. Dus ik ga deze eventjes leeghalen en daar is hem. Hetgeen wat je eigenlijk doet is gewoon Orchard hier inslepen. En gewoon bij je hele wereld inslepen en dat is het op dit moment. Voilà. Op dit moment dus, zoals je kunt zien, dit zijn alle werelden. Gewoon erin slepen en dat is dan al klaar. Hetgeen wat je dan doet is eigenlijk gewoon terug naar je Minecraft gaan, die niet open staat voor jullie. Ja, nu wel. Dus we gaan nu deze wereld gaan importeren en volledig gaan bewerken met alle spawnpunten. Dus wat we hebben gedaan is als op het begin van een video het spawnpunt hier gezet. Wat we daarna gaan doen is eigenlijk als volgt, hetgeen wat ik nu eventjes moet gaan kijken, is namelijk MV, en dat is namelijk de Multiverse Core, MV import, dan de naam van de map, en de naam van de map was Orchard, en dan Normal, want het is een normale wereld en geen Nether of geen End. Dus we gaan Hub Starting Import of World Orchard, normaal begint dan op je heel ding, ja, heel gek doen, dus dat complete, hetgeen wat we dan doen is MVTP, en dan namelijk naar de map Orchard TP. Moeten we dus met... Ah, Orchard. Orchard. Dus we gaan naar MVTP Orchard en dan komen we hier eigenlijk aan in een wereld waar je naar onder valt. Niet schrikken, hetgeen wat je moet doen is, je gaat kijken voor deze hoek, dus deze hoek in de map, en je gaat naar daar vliegen. Ik zie wel hier dat het een beetje donker hier is, dus we gaan het eventjes timeset 6000 doen. Tada. Dus we gaan naar het midden gaan, dus ongeveer deze richting uit. Eventjes blijven vliegen, het is niet zo ver weg. Ja, hier zijn wij. En hetgeen wat we gaan doen, hiervoor heb je dus eigenlijk MC Edit of MC Edit of World Edit voor nodig. Ja, volgens mij heette dat toch zo. Om deze map eigenlijk te kopiëren en te plakken in een nieuwe wereld. Dus hetgeen wat we eigenlijk als volgende gaan doen, eventjes scrollen met papier, is als volgende, we gaan hier op het bovenste positie gaan staan, zodat we de map van boven hebben. We gaan 90 graden naar links gaan. Hebben we de map mee? Oké, we gaan 180 graden dan, behalve als je zo staat, 90 graden. Ja, ongeveer. 90 graden daar. Ja, we hebben deze kant mee. Hetgeen wat we dan doen is //pos1. Voor mensen die niet hebben kunnen kijken, het ging eventjes heel vlug, //pos1, dat is eigenlijk de eerste positie. En hetgeen wat we dan gaan doen is diagonaal naar de andere kant gaan vliegen, ervoor zorgen dat we hier eigenlijk staan. En dan gaan we eigenlijk naar onder gaan, gaan we volledig onder de map gaan. Gaan we kijken, 90 graden zo, ja, ietsjes meer naar daar, 90 graden zo, ietsjes meer naar daar. Oké, we zitten onder de map, fantastisch. Wat we dan doen is niet positie 1, maar positie 2. Second position is set to die coördinaten. Wat we daarna gaan doen is namelijk //copy. En dit duurt eventjes, hangt er vanaf hoe goed je computer werkt. Blocks zijn gekopieerd. Hetgeen wat we dan gaan doen is eigenlijk namelijk een nieuwe wereld gaan creëren met de comment van Skywars. Dus S-W-R, create, en daarna namelijk de naam die je zelf kiest. Ik neem nu eventjes YouTube. De wereld wordt namelijk gemaakt en jij wordt gespawned op een steentje. Dus als we nu naar onder kijken, map YouTube has been created. Hier is namelijk een steentje tevoorschijn komen. Als ik nu eventjes mijn ander scherm laat zien, gaan we namelijk in de map gaan zien dat hier namelijk de map YouTube is bijgekomen. Hij heeft automatisch een eigen wereld aangemaakt gehad. Dus dat is heel fijn van het programma. Dus we zijn hier op een steen terechtgekomen. Hetgeen wat we doen is, we gaan naar boven. We gaan naar boven. We gaan eventjes naar boven zodat we uit het donkere gat hier zijn, want dat is niet al te fijn om hier in een donker gat te zitten. Oké, we zijn uit het donkere gat. Hetgeen wat we dan gaan doen is weer met World Edit, is namelijk paste. Even wachten. En normaal gezien moet die ergens hier in de lucht komen. Nu, waarom doe ik dit? Omdat je dan eigenlijk een volledig lege wereld hebt en niet die ene wereld. Je kunt dit ook in de andere wereld doen zoals je er juist hebt gezien. Die wereld kun je ook zo gebruiken. Maar dit is iets makkelijker, omdat je dan een eigen wereld hebt gecreëerd. En zo weet de plugin van, ah, dat is een Skywars. Oké, daar is het. Dit duurt vrij lang om het te kopiëren in je wereld. Nu heb je, het heeft een
halve minuut of zoiets geduurd. Voor mij dan toch. Dus ja, dat is namelijk eigenlijk dus de wereld hoe hij eruit ziet. Oké, het volgende moeten we natuurlijk de spawnpunten gaan plaatsen van waar komen de spawners? Of ja, niet de spawners, waar spawnen de mensen eigenlijk in om te starten? En dit moet je doen met behulp van bakens. Dus eigenlijk hetgeen wat je gaat doen is bijvoorbeeld, ik wil namelijk dat op deze hoogte, vier blokken hoog, en hier moet een spawner komen. Dus hier spawnen de mensen. Nu, je denkt bij je eigen van, hè, waarom zo'n... Ja, waarom een baken? Nu, eenmaal als de plugin als alles opgeslagen is, komt hier eigenlijk in deze positie glas rond. Dus er komt gewoon eigenlijk allemaal glas rond. Als het een beetje te licht is hier, ik kan er wel iets aan doen. Nou, nu is het licht een beetje minder sterk. Ik heb mijn lamellen dicht gedaan. Dus ja, ik was bezig over de spawnpunten, dus er komt nog glas rond. Dus hetgeen wat we gaan doen is bij iedere positie een 4 hoge toren maken. Dus we gaan hier ook... Oh, Lexpike. We gaan hier ook eventjes 4 hoog maken. Dan hier eigenlijk een baken bovenop. En dan alle rest ook weer gewoon bij... Ja, bij alle rest gaan we dit ook gaan doen. Oké, zoals je kunt zien ben ik nu bij de laatste aangekomen. Dus we gaan hier ook eventjes een torentje van 4 maken met een baken bovenop. En dan is eigenlijk dit deel klaar. Dus we kunnen onze inventaris terug leegmaken. Dus dit is eigenlijk de wereld van waar de Skywars in gaat komen. Hier hebben we nog een paar blokken die we kunnen mijnen. We kunnen alles van deze hele wereld kapot maken. Maar de plugin zorgt ervoor dat de map telkens opnieuw wordt opgeslagen. Nu dat we dit hebben gedaan, we hebben dus de spawnpunten gezet per klein mapje. Dus hier kunnen normaal 8 man gelijkertijd, 8 man gelijkertijd spelen. Wat we dan eigenlijk doen is SWR, namelijk van Skywars, save en dan namelijk de naam. Dit heette YouTube. Save YouTube. Je wordt weggebracht, dan wordt in je inventaris normaal gezien, ja, dan pas komen de items in je inventaris als je hebt opgeslagen. Dat was het. Dus SWR save en dan naam. Hetgeen wat we dan gaan moeten doen is namelijk ervoor zorgen dat de kisten in de map ook gevuld worden. En hoe doen we dat? Eigenlijk als volgende: SWR, register en dan namelijk de naam. Error register, want ik heb YouTube voor vergeten te zien. Dus SWR, register en dan de naam. En normaal gezien gaat het eventjes doen. Map YouTube has been successfully registered. Dat was dat eigenlijk. Hetgeen wat we dan als volgende doen is namelijk het bordje gaan plaatsen. En op zich hebben we dat dan eigenlijk alles gehaald. Dus we doen weer SWR. Daarna de naam. En we doen al op gereed. Dat duurt eventjes, want we beginnen met eventjes gaan zoeken. En je ziet... Game signed successfully added Skywars YouTube Zonable. Dus we kunnen hier eigenlijk met 8 spelers op gaan spelen. De spelers hangt af van hoeveel spawnpunten jij klaarzet. Werken je bordjes niet? Dat betekent dat je op het begin van de video niet hebt gekeken. Dat betekent dus dat je de bordjes niet hebt geactiveerd. Geliever dan terug naar het begin te gaan. Nu, je hebt bijvoorbeeld iets vergeten. Je bent een spawnpunt vergeten. Niet getreurd, doe je dan namelijk SWR, dan op edit en dan op de naam. En eigenlijk hetgeen wat er dan gaat gebeuren is, je wordt geteleporteerd automatisch naar de wereld op die steen. En dus je moet dan terug naar boven gaan en je moet dan je wereld zelf terug gaan zoeken. En dan kun je het gaan aanpassen en dan kun je de hele wereld gaan aanpassen zoals jij dat wilt. Nu om er terug uit te gaan, moet je eigenlijk gewoon MVTP en dan namelijk naar de wereld gaan waar je eerst in zat. Bij mij is dat World 2. Ik heb dat zo genoemd omdat hier mijn spawnpunt is. Oké, op een heel rare manier was mijn spawn hier niet gezet. Dus ik ben hier toch uiteindelijk teruggeraakt. Dus ja, dat was dat. Nu wil je bijvoorbeeld je map verwijderen, doe je als volgt SVR, delete en dan de naam. Nu, ik ga dat niet doen, want ik wil het niet gaan verwijderen. Nu, hetgeen wat ik jullie ga laten zien is eventjes mijn broer erbij halen, zodat hij er ook bij in de map zit. Dus we gaan eventjes laten spelen op de testserver. Ik ga er al in gaan en dan ga je namelijk gaan zien van, ah kijk, ik zit in een stenen kot. Waar jij de spawnpunten namelijk hebt gezet. Nu, ik zie dat mijn broer in het Wilde Westen wordt gespawnd. Dus ik ga die eventjes erbij halen. TP. Padam. Hier is hij. Hij wordt gespawnd naar hier. Oké, hij is hier. Dus we gaan in deze wereld eens gaan joinen. En dan ga ik ervoor zorgen dat mijn broer er ook bij zit. Nu, ik ga een paar dingen aanpassen. Opzeggen. En eigenlijk hier staat namelijk select game opties. Dus fout voor jump boost type. High jump up, dat kun je allemaal voten. Welke dag dat het moet zijn, ik neem down bijvoorbeeld. Choose your glass color, bijvoorbeeld groen. Dan ben ik nu groen geworden. Dit kan alleen maar als je bijvoorbeeld bepaalde permissions hebt. Namelijk als je swr.kit.free.test hebt, dan krijg je alle kits.
Oftewel, als je sw.permskits, moet je de kits gaan kopen. Dus dat zijn twee permissions die je handig kunt gebruiken, maar daar kom ik zelfs nog bij. Nu, ik ga eventjes mijn broer ook eventjes in het spel gaan bijhalen, dus ik heb nu normaal gezien aan die ingang komen. Ah ja, hij staat langs mij. Hallo, je ziet mij normaal gezien. Dus hij kan ook normaal gezien iets kiezen, dacht ik. Heel raar, maar het kitmenu werkt niet, maar deze werkt normaal wel. Maar ik heb de kit namelijk aangepast gehad en daardoor dat het dus niet de goede werkte. Nu, normaal gezien is het /swr start. Oké. Dus als je een admin bent of je hebt die comment, kun je /swr starten. Maar volgens mij moet je met met de echte achttal zijn voordat het goed werkt. Nu, normaal gezien moet ja, de kisten zijn ook gevuld. Dat is heel handig. Je kunt dus zien dat de kisten zijn gevuld. You cannot use that comment in game. Oké, blijkbaar kun je, zelfs ook al ben je geopend, niet uit. Ja, oké, kun je wel in game mode gaan, maar je kunt geen fly comment gebruiken. Dus FIPS kunnen niet vliegen. Nu, ik weet niet wat er eigenlijk allemaal nog speciaal aan is, maar hetgeen wat je dus hebt, je kunt ook kits kiezen, je kunt dus in de kisten zelf. En ja, de bedoeling is dus dat je gewoon Skyward speelt. Hier zitten al wat specialere dingen in. Nu, je kunt zelf meer kisten in de map plaatsen. En als je alle comments volgt, zoals ik heb gedaan, ja, dan moet het normaal gezien lukken. Dus ik ga nu eventjes naar mijn broer gaan overvliegen. En ik ga proberen hem eens te gaan mappen. En we gaan eens zien wat er gaat gebeuren. Hij is nu dood. Dan komt op te staan, has won on the map YouTube. We krijgen heel veel vuurwerk, wat ik heel fijn vind, maar dat zorgt wel voor like. En ik word zo dadelijk geteleporteerd, plus ik heb 20 punten gekregen. Ik zag net, en ik, restarting. Dus ik ga zelfs, ik ga nu eventjes opnieuw terug het spel gaan laten zien. En ik ga eventjes de twee schermen laten zien. Dan ben ik zo dadelijk weer bij jullie terug. Oké, zoals je kunt zien hebben jullie nu voor jullie snuit eigenlijk twee schermen staan. Ik ben namelijk rechts, dus ik ben het rechtse scherm en van mijn broer is namelijk eigenlijk het linkse scherm. Nu, zoals je nog altijd kunt zien, staat hier nog altijd restarting op. Dat duurt al vrij lang, dus hetgeen wat ik ga doen is namelijk de caves gaan spelen. Dus ik ga er eventjes voor zorgen dat ik ook in het spel zelf zit. Zo doe ik het trouwens voor iedere video. Ik ben nog altijd groen blijkbaar, altijd leuk. Dan weer SWR start. Hup, en we beginnen met spelen. Zoals je kunt zien, daar staat mijn broer. Hier hebben we normaal gezien ook een hele hoop kisten in zitten, dacht ik. Ja, hier zit heel veel loot in. Amai. Dus ja, eigenlijk de bedoeling... Oeh, daar een diamond block. Waarom? Dus ja, dit is eigenlijk gewoon Skywars. Je kunt de Skywars spelen. Dit is een hele makkelijke plugin. Het doet alles zelf. Eén nadeel is namelijk dat je alles in het Nederlands moet zetten als je de Nederlands wilt hebben natuurlijk. Dus wat wou ik laten zien was namelijk iets... Dat was iets, maar ben ik vergeten wat het was. Weet je wat, ik ga hem eens vrijwillig ervan af laten lopen. We gaan eens zien wat er dan gebeurt. Doei! He's going to die. Nu, ik zie... Hij wordt dus geteleporteerd. Zoals je nu kunt zien, ben ik in spectator-modus. Dus iedereen wordt eigenlijk spectator en je kunt dan gewoon rond gaan vliegen als je doodgaat. En daarna kom je dus terug in de spawn en... Oh, dat wil ik eventjes laten zien. Nu, zoals je kunt zien, de caves is... direct al terug speelbaar, maar de YouTube map is op een of andere reden niet echt direct speelbaar. Ik heb dit nog niet getest gehad namelijk, dus ik weet niet hoe dit komt. Maar nu dat we hier toch eigenlijk zijn, wil ik nog eventjes meegeven hoe je namelijk je eigen kits kunt maken. Dus we gaan naar plugins, dan gaan we namelijk in de plugin Skywars Reloaded. Hier staat alles zelf in. Je kunt namelijk nog een shop maken, maar ik ben niet echt in de shop echt geweest. Ik ben nu eventjes kijken op een ander scherm wat er open gaat. Volgens mij zijn dit particle effects, dus oké. Dit is hetgeen waar je, ik ga het eventjes laten zien, dus als we hier in de map zelf gaan komen, hetgeen wat we kunnen doen is hierop klikken en dat is dit. Dus fout voor chest type, particle effects. En dit kun je aanpassen bij particle effects. Dus dat is eigenlijk de bedoeling hiervan. Dat zijn al die config files, kun je allemaal zelf aanpassen, heel handig. Een spectate shop. Geen idee wat dat is. Chests. Ik ben heel eventjes aan het kijken wat er allemaal in de dingen staan. Er staat voor de rest niet echt speciaal in. Maar namelijk, hetgeen wat je als volgende doet is naar kits gaan. Hetgeen wat je gaat doen is de example gaan weghalen. Dus ik ga eventjes die test... we gaan weghalen, niet wegdoen. Dus namelijk Ctrl-C, Ctrl-V. Dat is namelijk example en die geef je een naam. Bijvoorbeeld YouTube geef ik deze als naam.
Hetgeen wat je dan doet is dubbelklik erop, dan gaat een nieuw venster open, namelijk van dit venster dan. Hetgeen wat je kunt doen is kitname, kun je aanpassen naar YouTube bijvoorbeeld. Het icoontje daarvan kun je aanpassen. Als kost, bijvoorbeeld dat ze voor 100, dat ze 100 moeten betalen. Dit werkt met Vault en ik heb Vault nog nooit echt gedaan gehad, dus ik weet echt niet hoe dat er weer werkt. Sorry, moet je niet naar mij komen. En voor als je het altijd wilt hebben, bijvoorbeeld 300 of zo. Nu ik ga deze terug wel even op 0 zetten, want anders wordt het te moeilijk. Details kun je hierbij zetten, bijvoorbeeld test eventjes. En hier kun je alle items namelijk aanpassen en alle potions. Items kun je vinden op de website die hierbij staat. Die website, potions kun je vinden op deze website. Het staat er allemaal bij. Het is een heel goede plugin. Vooral voor Skywars. Ik was de naam even kwijt. Vooral voor Skywars is dit een heel goede plugin. Nu, ik ga de kits niet gaan laten zien. Normaal gezien werken de kits. Ik heb de kits uitgetest. Ze werkten. Moet ik eventjes bijzeggen. Ze werkten volledig. Maar op een of andere reden zijn ze nu in een keer foetje en kapotje. Wat ik ook heel raar vind is namelijk dat deze, ik weet niet hoe dat dit komt, dat deze eigenlijk constant op restarting staat. Misschien omdat die een hele grote map was ofzo, ik weet niet. En normaal gezien als je SWR reload doet, gaat hij alles gaan herladen. En als dit niet werkt, dan weet ik het niet. Ah ja, kijk eens aan, SWR Reload zorgt er wel voor dat de wereld bestaat. Ik had namelijk daar juist gezien gehad dat er een klein probleempje was, dat hij de map niet meer herkende. En dat kan wel een fout zijn. Normaal zijn de kits, ja, de kits werken weer, de kits zijn ook weer herladen. Dus werken de kits niet als je er nieuwe hebt ingezet. Doe SWR Reload. En hier staat dan bijvoorbeeld example en we kunnen dan die kit krijgen. Dus volgens mij als we SWR start doen, hebben we een kit. En die kit kunnen we dus volledig aandoen. We hebben deze ook wel, we hebben kracht 3 de constant. Oh, dat is echt... Wow. Deze kit is hennig. Maar ja, dat is dus eigenlijk de plugin Skywars. Ik heb het zoveel mogelijk proberen uit te leggen. Het is op zich een heel handige plugin. Het is heel makkelijk op te stellen. Behalve als je een eigen wereld inhaalt, is het iets moeilijker. Maar ik hoop dat jullie dit een fijne video vonden. Ik ga nu gaan afronden, want ik zie dat ik al op een half uur zit. Dus ik ga nu afronden. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve dan een blauw duimpje omhoog te doen. Heb je een plugin die je zelf wilt weten, die je zelf niet kent en volgende week in deze video wilt? Laat een reactie achter. Ik probeer het te onthouden met een fotootje erbij. Dus tot de volgende video. Mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei doei!